daarmee is mijn introductie wel voldoende, denk ik. En ik geef heel graag het woord aan Jan voor zijn reden. Jan. Dankjewel. Dames en heren, fijn dat u er bent eigenlijk. Ik vind het eigenlijk nog wel bijzonder, hè? Ik vind het eigenlijk wel bijzonder dat u er bent, want ik heb dit ook maar zitten bedenken. Dus als u nou denkt, waar ben ik nou in beland? Ja, op een gegeven moment zegt iemand, je bent dan wel hoogleraar, maar zou je niet eens vertellen wat je doet? En zou je dat niet eens een beetje structureren? En zou je daar niet eens een verhaal van vertellen? En ja, nou dan wordt dat plan steeds meer plan en dan ga je dat doen. En daar bent u voor gekomen. En toevallig is het mijn verjaardag, maar dat is een bijzaak. Maar het is wel natuurlijk een beetje een feestje, want vandaag ben ik ongeveer 5 jaar hoogleraar. Ik ben 3 keer schoongewassen door de universiteit. 1 keer omdat ze me tot hoogleraar hebben benoemd. 1 keer. Lang zal het leven, lang zal het leven. Nou, dan was dit het feestelijke gedeelte. En ik ben 3 keer getoetst door de universiteit, waarvan heel recent voor de 3de en de laatste keer, althans dat hoop ik. Dus ik ben vermoedelijk nu hoogleraar voor het leven, dat ga ik daar maar vanuit. En velen van u kennen mij niet alleen vanwege mijn academische werk, maar ook vanwege mijn publieke werk. En ik heb een poging gedaan om vandaag eigenlijk samen te vatten waar we met heel veel mensen de afgelopen 5 jaar gewerkt hebben. Heel veel van die mensen zijn er vandaag niet, ze zijn er ook wel. Maar als iedereen die meegewerkt had de afgelopen jaren hier zou zijn, dan zouden we denk ik hier met 2.500, 3.500 mensen zitten. Dus dat zijn we positief gezien gelukkig niet, maar u bent wel met heel veel. Wat ik graag met u wil doen, is eigenlijk door die 5 jaar heen lopen. En ik wil met elkaar kijken van hoe heb ik het verhaal de afgelopen 5 jaar opgebouwd. U mag allemaal foto's maken. U mag allemaal foto's maken. Het ene is nog mooier dan het andere. Dan gaan we daarna kijken naar wat levert dat nou op? 5 jaar werk. Op 1 januari aanstaande is dat 5 jaar. En wat denk ik dat we de komende jaren moeten gaan doen? Het is geen, als ik het mag zeggen, het is geen verhaal met ja, het is een vrij abstract verhaal, dus mijn excuses daarvoor. En dan gaan we een beetje naar het einde toe toch nog wat kritische dingen zeggen. Laten we maar gewoon beginnen. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik heb het woord verantwoordingsreden uitgevonden. Dus als u denkt, hij hapert een beetje, dan komt dat omdat ik, ja, ik doe dit ook maar voor de eerste keer, moet u maar denken. Hè? Vanochtend op Business News Radio om 7:30 inbellen, om 7:45 je ding zeggen. Nou, ik was eigenlijk nog niet helemaal wakker. Maar goed, oké, maakt niet uit. Voor mij is eigenlijk dit avontuur de afgelopen 5 jaar begonnen met dit boek. En velen weten dat ook. 7 jaar geleden kwam ik dit boek in de kast tegen. Ik denk, god, wat een geweldig boek, waarom heb ik dat gemist? Zullen we dat overmaken? En eigenlijk met de gedachte, je kunt dit overmaken. Het fameuze Our Common Future boek, wat nu, wat is het, ruim 25, 26, 27 jaar oud is. Waarin eigenlijk staat, duurzaamheid is een urgente kwestie, we moeten eraan werken. En daarom lopen we ook nu naar Parijs toe, rijden de treinen naar Parijs toe en is er een conferentie, want we roepen, het is urgent, we moeten er eigenlijk aan werken. Nou, dat is dit boek. En ik dacht eigenlijk bij mezelf, zullen we dat boek eens overdoen? Dit is gedaan door Gro Harlem Brundtland en met een groep van mensen, ze heeft de wereld afgereisd. En ik denk, dat moet sneller, dat moet efficiënter kunnen. Wie doet er mee? Nou, ik dacht, 25 mensen gaan we meehelpen schrijven. We hadden 450 mensen die meededen. Ik bedacht een tijdbank, 80 uur die je tijd erin stoppen. En in geen half jaar tijd schreven wij een boek. En terwijl we dat boek schreven, zei de universiteit, je mag hoogleraar worden. Als u nou denkt, dat doen ze op een blauwe maandag. Nee, daar hebben ze bij elkaar bijna 6 jaar over gedaan om daarna 2 jaar een procedure te benoemen. En nog eens dit te toetsen en mijn integriteit. En had ik geen openstaande bonnen en, nou, ik weet niet wat allemaal. Maar uiteindelijk kwam er dan, ik overdrijf iets, maar het was kerstavond. Als u begrijpt, het is dichterlijke vrijheid, het is een academische vrijheid dit. Maar het was wel vet in de kerst. En toen kwam er zo'n briefje en er stond nog een schrijffout in, dus dat briefje was niet geldig. Dus het briefje moest nog een keer terug, want het was niet echt. Maar goed, het is gelukt. Het is gelukt, zo moet u maar denken. En dit was de leeropdracht. Er is een dik boekje over geschreven, een mooi boekje over geschreven. Maar de leeropdracht was, kunnen wij iets zeggen over waardecreatie in de context van organisaties, waardeketens en netwerken, met het oog op duurzaamheid. En dat betekent, ik ben van de bedrijfskundige duurzaamheid. Eigenlijk is de vraag die ik heel simpel zeg, als we tegen elkaar zeggen, we moeten duurzaamheid organiseren,
Hoe organiseer je dat dan? Want als u duurzaam brood koopt, wat doet u dan? Wat is dat dan? Of heeft een duurzame auto of zo, of een duurzame soep, wat is dat dan? Wat organiseer je dan? Dus ik hou mij met die vraag bezig, niet omdat niet heel veel andere vragen ook relevant zijn, maar je moet een keuze maken. Je moet gewoon een keuze maken. En ik denk dat duurzaamheid en organiseren broer en zus zijn. Dat ze bij elkaar horen. Sterker nog, ik denk zelfs dat we te lang over de milieukanten gedacht hebben en gepraat hebben. En dat heb ik opgeschreven in een keurig boekje. U mag het vanmiddag gratis meenemen, want ik vind het daarna niet meer houdbaar. Het is niet meer van deze tijd. En u ziet, ik was ook een stuk jonger. En er zaten 3 onderzoeksvragen in dat boekje. Vraag 1 was, als duurzaamheid een waarde is, of andere mensen zouden zeggen, als duurzaamheid van waarde is, hoe krijgen we dat geïntegreerd in dat wat we doen als we organiseren? Wat doen we dan? Hoe ziet dat er dan uit? Gaan we dan ledlampjes aanleggen of gaan we dan... Gewoon de simpele vraag, u bent bij de bakker en u wilt duurzaam brood hebben, wat koopt u dan eigenlijk? Dus vraag 1, de integratievraag. De tweede vraag, als we die kant op willen, wat voor soort concepten hebben we daar eigenlijk voor nodig? Wat voor beelden, wat voor ideeën hebben we daarvoor nodig om dat te realiseren? En de derde vraag, als we dit dan belangrijk vinden en we kijken naar het Broekland-rapport en we kijken naar een debat wat, als je even iets historischer kijkt, eigenlijk al 50 jaar aan de gang is en we roepen al die tijd, wat is dit toch belangrijk zeg. Dan is natuurlijk de vraag, hoe waarderen we dit dan? Hoe waarderen we dat in pecunia? Monetariseren we het? Of hoe waarderen we dat dan? Want kennelijk is dat dan een kernvraag. Toen ik dit opgeschreven had, waren er nog een paar hulpvragen. Toen zei de mensen die oratietekst beoordeelden, die zei dat is behoorlijk ambitieus, dat ga je nooit redden. Nou, hadden ze ook gelijk. Hè? Dat klopt. Dat ga je nooit redden. Hier kan je ook 10 jaar mee bezig zijn. Maar goed, er waren nog meer vragen, maar daar zal ik u niet mee lastigvallen. Dit was in ieder geval de kern. Ondertussen hadden we 450 mensen aan het werk die een boek schreven uit 19 hoofdstukken. De programmamanager zit hier ook nog. Want dat was ondertussen een project wat volledig uit de hand gelopen was. Want we schreven met 450 mensen een boek in 9 maanden tijd. En mensen zeiden, wat is dat leuk? Dus nou prima, we schreven een boek met z'n allen. En voor de duidelijkheid, we hadden nog geen euro om het te doen. En we gingen naar een kerk toe, hier in Arnhem, om met 1100 mensen dat boek ten doop te houden. Ik weet niet of er hier nog mensen zijn die daarbij waren. Kijk, u bent trouw. 1100 mensen die dat boek opsteken. Ik wil het verleden niet terughalen, maar dan lopen de rillingen je over je rug. Want dan sta je daar, dan hebben 1100 mensen dat boek in hun handen. En dan denk je, maar 9 maanden geleden was er niks. En het was een onderzoeksrapport, 19 thema's. En ik geef even het getal. En toen verkochten we daar zomaar 13.000 exemplaren van. Dat is in Nederland ongehoord. Dus kennelijk ging dat ergens over. Nou, niets was minder waar, want mensen zeiden, ja, nu snap ik het, maar ik snap het nog niet. Maar ja, wat moet ik er nu mee? Dus ik kreeg naar aanleiding van het boek, en ons team kreeg naar aanleiding van het boek, eindeloze vragen over, maar hoe organiseer ik nou duurzaamheid? Want het is wel leuk hoor, dat jij zegt dat het in toerisme zit en mode en ik weet niet wat, maar wat moeten we er nu mee? Dus eigenlijk waren we op een sympathieke manier volledig van de regen in de drup beland. En ja, mijn antwoord op bijna alles als ik het niet snap is dat ik met mensen een boek ga schrijven. Dus toen zei ik tegen een aantal mensen, zullen we eens een boek schrijven? Waarin we die praktijken, die duurzaamheidspraktijken in beeld brengen. En dat werd het boek Werken aan de Weconomy. Dat is gewoon een boek met case studies waarin staat, zo organiseren mensen in Brabant of in Apeldoorn of op andere plekken duurzaamheid. En toen dacht ik, nou, nu is het een beetje helderder geworden. We hebben natuurlijk weer een conferentie georganiseerd, maar dat zal ik overslaan. Daar ben ik ook van. Maar het belangrijkste was eigenlijk dat we in dat boek lieten zien dat we in een soort van beweging terechtgekomen waren, waarbij we klassieke organisaties hadden. We hadden heel lang met elkaar gepraat over groene of milieukundige organisaties. En ergens in de verte gingen we op weg naar een nieuw type organisaties. En eigenlijk, maar dat zie je dan achteraf, waren we bezig om heel voorzichtig op dat moment, 3,5 jaar geleden, te kijken naar een andere vorm van economie, van een andere manier van organiseren. Maar echt helder was dat niet. Maar dat werd het pas toen eigenlijk de boodschap doordrong dat we eigenlijk bezig waren naar een andere maatschappij op weg te gaan. Een netwerkmaatschappij die steeds explicieter, als het ware, allerlei
organisatievormen liet zien. Daar hebben we toen onderzoek naar gedaan, want ja, daarvoor zit ik op de universiteit. En daar kwam dit beeld uit, namelijk we zijn op weg naar eigenlijk een economie waar heel veel nieuwe mogelijkheden zich voordoen. We kunnen dingen gaan zelf maken, we hebben een circulaire economie, we hebben een samenwerkingseconomie. Veel van die woorden die hier staan zijn ook woorden om verliefd op te worden. Dus je roept, ja, de circulaire economie is lekker belangrijk. Maar niemand weet waar dat over gaat. He? Ik bedoel, een paar mensen hier in de zaal wel. Maar de meeste mensen, ja, die zijn alleen maar verliefd op dat woord. Nou, dat is ook goed. Maar de essentie is dat we eigenlijk in die netwerkeconomie een enorm potentieel zien voor een nieuwe economie. En dat we dat potentieel eigenlijk nog niet ontdekt hebben. Nou, hier heb ik nog nooit een boek over geschreven. Want ja, je moet ergens de tijd vandaan halen. Maar vanuit dat idee zijn we toen gaan kijken in de maatschappij. Waar zijn mensen concreet met die gedachtes bezig? Waar ontstaat het nieuwe? Waar ontstaat de innovatie? En we hebben dat toen framen genoemd, hè, zo heet dat bij ons. En ze hebben mensen gevraagd te tekenen hoe een organisatie eruit zag. En dan krijg je dit soort fantastische kindertekeningen door volwassenen. Nee, want dat zijn het natuurlijk. We hebben er honderden laten maken om mensen maar te doen begrijpen hoe ze hun organisatie in elkaar zit. Dus dan krijg je dit soort dingen, iemand die bezig is met tijd. Of je krijgt dit soort dingen. Dit is het concept van car leasing of car sharing. Je moet het weten, maar het is natuurlijk wel interessant om dit soort beelden te hebben. En door dat te verzamelen, door daar heel systematisch met studenten, met promovendi mee bezig te zijn, door met mensen te praten, door weer met mensen te praten, ontstond de idee dat we eigenlijk bezig waren met nieuwe businessmodellen. En aan de rechterkant zien we een scriptie van een student, of de samenvatting daarvan, ze is er helaas vandaag niet. En aan de linkerkant het vervolgonderzoek. Want nogmaals, ik ben van de boekjes, ik kom daar straks op terug. En ja, dan moet je vertellen wat er is, want ik werk op een universiteit om dat te doen. Kern van dat nieuwe organiseren is eigenlijk dat we zoeken naar vormen van waardecreatie. En waardecreatie betekent dat we niet alleen met elkaar denken over geld, niks tegen geld, maar dat we eigenlijk zoeken naar vormen van samen waarde creëren. En dat noemen we dan collectieve waardecreatie, die we vervolgens delen. En eigenlijk proberen we ook waarde te creëren, waardoor we de boel om ons heen niet slopen. En noem dat met een chic woord, meervoudige waardecreatie. En daar mag je andere woorden voor gebruiken. Maar dat is wel de kern van dat organiseren, van dat framen. Dat zijn we toen met een hele grote groep mensen in 2013 gaan uitwerken. En dat idee van die nieuwe businessmodellen rond waardecreatie. En daar is toen een heel construct ontstaan. De Weconomy, de rol van organisaties in de maatschappij. Waar bestaan dan die businessmodellen uit? Wat betekent dat voor verandering? Met in het midden, zoals jullie zien, dat idee van die principes voor waardecreatie. Want in zo'n proces van dingen doen, ontdek je dat er hoofd- en bijzaken zijn. En je komt er eigenlijk achter dat die principes leidend zijn. En dan kom je ook bedrijven tegen, van Tony Chocolonely aan de ene kant en Dutch Spirit aan de andere kant. Bedrijven tegen die echt vanuit die waarde ook aan het organiseren zijn en een propositie neerzetten. En dat maakt het dus heel erg intrigerend. Nou, en zo'n plaatje als dit, dat kan je als persoon in je kamer, als ik het zo maar eens uitdruk, dat kan je niet bedenken. Want ik vind het dan belangrijk dat mensen meedenken over dat denken en samen met mij dat maken. Dat hebben we uitgezet en doorgezet naar een boek met links, zeg maar, de theorie. Gewoon, hoe kan je nou over die waardecreatie denken? En aan de rechterkant de werkplaats, want daar kwam een model uit. En in het midden de 5 bouwstenen voor nieuwe businessmodellen. Een kompas aan de bovenkant, de principes, de bouwstenen, de waardepropositie, de community en het denken over waarde. En dat leidde tot een model. En dat model hebben we opgeschreven in een boek. En dat model is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een belangrijke bouwsteen in dat hele proces. Dat model is natuurlijk veel uitgebreider, daar kan je van alles mee doen. Maar dat doet er vandaag even niet toe. Het leidde wel tot een boek. En dat boek is vandaag precies 1 jaar oud. Het boek is jarig vandaag. En dat vind ik belangrijk, want we hebben precies 365 dagen erover gedaan. En in augustus was het boek een bestseller. En waarom is dat positief? Natuurlijk is het leuk zelf dat het een bestseller is, maar het betekent dus dat we iets aan het doen zijn wat ertoe doet. En mocht u willen weten wat een bestseller betekent, dat betekent in Nederland dat je 5000 exemplaren verkocht hebt. Dat is gewoon een norm, dat is een afspraak. Gemiddelde managementboek in Nederland, dan kunt u daar onder de borrel over praten, is 1500 exemplaren in 3 jaar. Dan weet u ongeveer wat de criteria zijn.
Wat nou zo belangrijk hieraan is, is dat we een boek maken wat mensen kennelijk herkennen. Dat het een gedachtegoed is waarmee mensen kunnen werken. En dat boek hebben we, de Tweede Kerk, gelanceerd in de Domkerk. Ik ben er misschien wel eens geweest in Utrecht. Ja, en voor degenen die dat fijn vinden om dat te horen, want daar refereerde mijn baas ook aan, op 13-11-2014. Ja, dat was ook mijn verjaardag. Heel goed, kort. En terwijl we dat aan het doen waren, kwamen we eigenlijk tot de ontdekking dat dat denken wat we aan het denken waren, dat wat we aan het ontwikkelen waren, die WeEconomy samen met die nieuwe businessmodellen, dat daar een bouwsteen in ontbrak. En op een gegeven moment zei iemand, we moeten het over geld gaan hebben. Want als je dit soort businessmodellen maakt, dan moet je ook de discussie gaan voeren over geld. Nou, dat had ik nog nooit gedaan. Ik wist daar echt ook helemaal niets van af. Ik weet van heel veel dingen niks af, maar hier helemaal niks van af. En toen zeiden mensen, ja, we moeten het eigenlijk met elkaar over bankieren gaan hebben. We moeten het eigenlijk over de rol van waarde gaan hebben in businessmodellen. En toen moesten we daar een woord voor bedenken, net zoals vandaag. En toen ontstond daar het woord hybride bankieren. En het aardige was dat dit eigenlijk ontstond in een interview met een journalist die zei van, ja, maar wat zijn dan uw centrale concepten? Nou, dat wist ik natuurlijk weer niet. Maar daar ontstond het idee van, we moeten anders gaan denken over dat bankieren. En wat betekent dat? Betekent eigenlijk dat we in ons doen en laten, in ons handelen, toestaan dat we niet alleen denken in termen van geld, dus dat we niet alleen monetariseren, maar dat we ook de waarde van andere dingen bepalen. En als je dat tegen mensen zegt, zegt iedereen, ja, dat snap ik, een rustige buurt is ook van waarde. En een schone omgeving is ook van waarde en natuur is ook van waarde. Maar we vinden het kennelijk heel erg moeilijk om dat in die businessmodellen te stoppen. Dus toen heb ik mijn ontwerper, die vandaag hier ook is en die verantwoordelijk is voor al deze slides, toen hebben we lang nagedacht over een symbool van waarde. En toen wilden we eigenlijk een, wat de Fransen zo mooi zeggen, een trondui maken. Een iets waar je naar kijkt, die je denkt, het komt me ontzettend bekend voor, maar het is het toch niet. Het is dus geen dollarteken. Maar toen hebben we een weetje op zijn kant gezet en de streepjes doorheen gezet. En het lijkt nu wel een dollar, maar het is er niet. Het gaat over het begrip waarde. Wij waren heel erg stoer dat we dit bedacht hadden. Tot hij het door een plagiaatmachine haalde. En toen bleek het de wonk te zijn die in Zuid-Korea al in gebruik was. Ja, je maakt fouten. Gelukkig was het zo onbekend dat dat niet zo erg was. Maar de grondgedachten bleven overeind. Dus we hebben dat erin gezet. En wat betekent dat? Dat we met dat idee zijn gaan bouwen aan als je dan met meerdere waarden wilt gaan werken. Hoe doe je dat? Nou, ik ga dat vandaag, want daar is de tijd echt niet voor. We hebben daar een heel systeem voor bedacht hoe je daarmee kan werken. En afgelopen voorjaar hebben we in 2 wijken in Nederland met bewoners geëxperimenteerd. Daarna hebben we daar natuurlijk een paper over geschreven. En toen lukte het mij om, dankzij voortreffelijke, vriendelijke medewerking, een presentatie te houden over dit onderwerp samen met 300 mensen in de privé, hoe moet je dat zeggen? Nou, de privézaal van het hoofdkantoor van de ABN AMRO. Ik vond dat zelf wel leuk. Dat je praat over geld moeten we een gedeelte afschaffen en dat doe je dan bij de ABN AMRO. Dat is leuk, dat heeft iets. Ik vind dat wel spannend. Nou, dit is work in progress. En dat betekent dat we eigenlijk pas aan het begin staan van wat je hiermee zou kunnen doen. Maar het is ondertussen wel een heel bouwwerk geworden. Dit zijn eigenlijk, als je dit zo vertelt, dit zijn de bouwstenen om te komen tot wat leveren 5 jaar onderzoek nou op? Wat is nou de oogst? 3 centrale begrippen, de WeEconomy, de wij-economie, nieuwe businessmodellen en hybride bankieren. En als je dat probeert te abstraheren en te zeggen, nou oké, hoe zit die structuur in elkaar? Dan zie je eigenlijk dat de WeEconomy gaat over transitie, over fundamentele maatschappelijke verandering en het vormgeven daarvan. En ik kom daar straks op terug. Dat leidt dus tot alle mogelijke nieuwe mogelijkheden. En natuurlijk is heel veel kritiek op die denken van, ja, maar wat betekent dat? En dan komt er een hele lijst werkeloosheid, bestaande projecten, omzet, BTW, ik weet niet wat dan. Dat is idee 1. Het tweede idee wat centraal is, is dat samen anders gaan organiseren wat van waarde is. En dat samen organiseren, daarin staat waardecreatie centraal. Dat is voor mij ook de kern van duurzaam ondernemen. Dat is waar het over gaat. En dat doe je
met elkaar, als een collectief, als een maatschappij. Dat is denk ik heel erg cruciaal. En het derde punt is natuurlijk, dan moeten we ook over de waarde van waarde gaan nadenken. Dan moeten we gaan nadenken over hoe we omgaan met die waarde. En dat betekent eigenlijk dat we moeten gaan nadenken over de transacties die we met elkaar hebben. En het grappige is dat juist bij dat laatste, dat onderste woord, dat nadenken over die transactie, heel veel mensen volledig afhaken, want dan moeten we echt anders gaan denken. Dan moeten we, die eerste dingen zijn nog wel te volgen, maar dan ook gewoon nadenken over, dus nu kan ik betalen met tijd en een beetje energie en een beetje geld, dan haken de meeste mensen af. Dat is heel lastig denken. Nou, dat hebben we natuurlijk geprobeerd te symboliseren. Dat mogen we vanzelf spreken. Maar dit is in een notendop, in één schema, 5 jaar werk. Waar ongeveer, ik denk 1500 mensen aan meegewerkt hebben. Dus dit is waarom ik hier 5 jaar een salaris heb gekregen. 1 plaatje. En nou is het natuurlijk heel interessant om te vragen, ja, als je dat nou hebt, hoe gaan we nou verder? Wat zie je nou om je heen? Wat ga je nou de komende tijd doen? En ik vond dat en vind dat een hele moeilijke vraag. Want wie ben ik om na te denken daarover? Maar aan de andere kant, je praat met zoveel mensen. Een aantal van jullie weten ook dat ik elke week tenminste 1 ondernemer of plannenmaker ontvang om te horen waar mensen mee bezig zijn. En voor mijn gevoel zijn we bezig om afscheid te nemen van een periode, ook al heeft Mark Rutte dat niet altijd door. En zijn we eigenlijk met elkaar op weg naar een andere tijd toe. Maar dat zijn eigenlijk wat ik zo heel mooi noem met mijn schrijfmaatje Marco de Witte. Het zijn trage bewegingen. Dat is niet iets wat in 10 minuten geregeld is. Daar zijn we een hele poos mee bezig. En we hebben natuurlijk heel veel opgebouwd sinds de jaren 60 of sinds de jaren 50. Dus we moeten ook van heel veel afscheid nemen. En dan zijn er wel allerlei spannende plannen voor de komende 20, 30 jaar. Maar laten we heel nuchter zijn. Heel veel mensen willen daar niet aan. En de gevestigde orde is niet voor niets de gevestigde orde. Want bepaalt de orde van de dingen. En dat betekent eigenlijk dat we met elkaar, in mijn ogen, beland zijn in een tussenfase. Een collega van mij, sommigen van u zullen hem kennen hem misschien, hij heet ook Jan en hij werkt op Rotterdam. Ja, hij is er vandaag niet, maar die noemt dat we een kantelpunt hebben bereikt. Ja, ik ben het daar niet helemaal eens. Ik denk dat we met elkaar in een kantelperiode zitten. In een periode waarin we afscheid nemen van het een en aan het zoeken zijn naar hoe moet het andere eruit zien. Maar nogmaals, aan de linkerkant staat de gevestigde orde. En ook al zijn er 10.000 of 20.000 burgerinitiatieven, energiecoöperaties en nog een heleboel dingen, dat is nog veel te weinig om een verschil te maken. En hier zitten allerlei mensen in de zaal die ik onmiddellijk dit zie beamen, dus dat doet mij veel genoegen. Dat betekent dat zelfs als de bank roept dat klein het nieuwe groot is, dan moet je nog wel heel veel klein hebben om het nieuwe groot te maken. En dat is een goede zaak, het is ook een voortreffelijke zin die ze hebben bedacht. Maar er is nog onvoorstelbaar veel te werken. Betekent eigenlijk dat we met z'n allen in die kantelperiode die, nou, wat zullen we zeggen, 10 jaar duurt, 15 jaar duurt, dat we daar het verschil moeten maken. En ik heb me eens verdiept in wat er in die periode nou eigenlijk aan de hand is. Want dit is een plaatje, als u diezelfde collega uit Rotterdam eens opzoekt, dit verhaal vertelt hij al 10 jaar, maar dan zonder die referentie daarbij. Dus het leek me wel correct om dat er even bij te zetten. Maar in deze periode zitten we met elkaar. Dit is waar het over gaat en dit is gedaan door mevrouw Perez uit Zuid-Amerika. En als we even kijken naar die toekomst, dan zien we hele spannende ontwikkelingen. En die spelen zich af tussen twee assen. Aan de ene kant in het duurzaamheidsdebat, in het organiseren van duurzaamheid, praten we heel veel met elkaar over technologie. En heel veel van die technologie wordt sociaal. En dat betekent dat we bijvoorbeeld biotechnologie hebben, we hebben nanotechnologie, we hebben digitale technologie, we hebben clean technology, maar we hebben ook bijvoorbeeld communicatieve technologie en het lijstje kan je nog wel wat uitbreiden. Maar het is interessant om te zien dat heel veel technologie niet alleen materiële technologie is, sterker nog, we hebben heel veel technologie die we niet eens gebruiken, we hebben heel veel off-the-shelf technology, maar onze technologische vragen worden steeds socialer van. Dat klopt ook,
want we vernetsen. Tegelijkertijd zien we een ander fenomeen. We zien eigenlijk dat we uit een tijdperk komen van centraal geleide organisaties. De liefhebbers onder ons, functioneel rationele organisaties uit een industrieel tijdperk. Dat is ongeveer bedrijfskunde, eerstejaars voor bedrijfskundigen. En dat dat organiseren aan het veranderen is. En dat zien we eigenlijk nog veel te weinig terug in dat duurzaamheidsdebat. Dat is een debat wat uit een milieuhoek komt. Dat is helemaal niet verkeerd, dat is allemaal prima. Maar eigenlijk zien we een beweging waar we vanuit centrale organisaties naar via decentrale organisaties naar distributieorganisaties toe gaan. Soms wordt dit ook wel exponentieel organiseren genoemd. Maar om nou even nuchter te zijn, dit is het schoolvoorbeeld van een centrale organisatie. Dit is het schoolvoorbeeld van een decentrale organisatie. En organisaties gaan er ongeveer zo uitzien. En mocht u denken, ja, prima, fijn. Dit type organisaties lijkt nog het meeste op een vogelwolk. En dat heet swarming. Dan zien we een beweging die kennelijk niet gestuurd is, maar toch gestuurd is. En het aardige is dat we dat wel kunnen zien, maar eigenlijk niet begrijpen hoe je dat kan organiseren. En dat is een hele spannende vraag, want als je de beweging in de maatschappij waarbij mensen zichzelf aan het organiseren zijn, rond zorg, rond duurzaamheid en allerlei andere terreinen probeert te begrijpen, is dat kijken naar die vogels en hoe die zich organiseren misschien wel een hele slimme vorm. En we zitten eigenlijk in het verkennen van dat type organiseren, daar wordt een bak vol afgeprutst, daar is amateurisme troef en tegelijkertijd gebeurt er fantastisch veel. Ja, en dat is natuurlijk ook de enige manier waarop we ontdekken dat we ergens komen. En die twee dingen samenkomen in één plaatje en daar zit eigenlijk de transitie waar we voor staan. Dus iedereen die roept, ja, we hebben een technologietransitie nodig, ja, die moet je een beetje kritisch bekijken, want je hebt en het een en het ander nodig. En we moeten dus op weg naar een debat waarin we de technologie vermengen met het organiseren of het organiseren vermengen met de technologie. Want dat we die transitie nodig hebben, is wat mij betreft geen discussie. Tegelijkertijd laat deze tijd iets anders zien. Die laat eigenlijk zien dat we niet zoveel tijd meer hebben. En de duurzaamheidsfreaks onder ons, die zullen zeggen, ah, die zin die heb ik al eerder gehoord. Duurzaamheid, we gaan tijd te verliezen. Dat is misschien wel waar, maar ja, Gro Harlem Brundtland schreef dat ook al 25 jaar geleden. Dus voor veel mensen zullen zeggen, ja, dat zal wel, maar dat is... Tegelijkertijd is er iets heel spannends aan de hand. We zien eigenlijk dat bestaande organisaties het verrekte moeilijk vinden om in dat duurzaamheidsdebat echt in te stappen. Om daar echt een bijdrage aan te leveren. En dan niet een vrolijk klein programmaatje hebben, maar gewoon fundamenteel een bijdrage te leveren aan die duurzaamheid. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, organisaties zijn een beetje tragische constructies, want die kunnen alleen maar lineair veranderen. En u mag daar straks in de pauze het nodige op afdringen, maar de kernboodschap is, organisaties vinden het maar behoorlijk lastig om te veranderen. Tegelijkertijd zien we dat die technologie-wave die ik net schetste, dat die hand over hand toeneemt. Oftewel, de technologie om ons heen komt met een exponentiële snelheid binnen. Oftewel, de technologie waar we over kunnen beschikken is onvoorstelbaar. En dan ontstaat er eigenlijk een hele vreemde situatie. Er ontstaat een breuk tussen dat wat we als gevestigde orde hebben georganiseerd en dat wat we zouden kunnen en moeten doen in het licht van duurzaamheid. En dan ontstaat er een breuk. En ik denk dat dat tijdperk waar ik het net over had, dat een tijdperk is waar we nu in zitten, maar dat misschien nog wel niet fel genoeg is. Dat nog niet pregnant genoeg is. Dat misschien nog niet prominent genoeg is. Want ondertussen zien we allerlei nieuwe bedrijven precies daarin nadenken over duurzaamheid. En dat maakt het natuurlijk wel heel erg spannend. We zien allemaal snel groeiende bedrijven die roepen, ja, maar wacht eens even, wij gaan dus nu met duurzaamheid aan de gang. En ik noem ze dus de killer apps. Dat zijn de bedrijven die razendsnel nieuwe duurzaamheid weten neer te zetten. En als je dat weet beter te pakken, als je dat weet te vertalen, dan krijgen we eigenlijk daar het begin van een nieuwe economie. Want als je dit stukje wat verder uitwerkt, dan zie je eigenlijk dat we eigenlijk een hele rustige tijd hebben gehad vanaf Gro Harlem Brundtland, dat boek dat verscheen in 1970. En we hebben toen heel lang wat ik noem lineair gediscussieerd over dat duurzaamheid belangrijk is.
Dus we praten wat, we praten nog eens wat en dan gaan we weer naar huis. Er is een uitdrukking voor die ik op dit gestoelte en op deze plek niet zal herhalen, maar de meesten van u kunnen zich er iets bij voorstellen. En eigenlijk zien we, als we dat goed meten, dat we zo aan het eind van het eerste decennium van deze eeuw begonnen zijn op grond van die technologische ontwikkelingen, sommigen noemen dit zelfs big data, ik sla dat over, dat we eigenlijk aan het eind van het eerste decennium zijn gaan veranderen en dat we nu in een periode terechtgekomen zijn waarbij die versnellingen, die technologische organisatorische mogelijkheden leiden tot exponentiële versnellingen. En dat betekent eigenlijk dat we met z'n allen in een tijdperk van ongelofelijke veranderingen terechtgekomen zijn. En dat maakt het wel spannend, maar dat letterlijk de tijd op is. Dat was het al voor de duurzaamheid, maar ook de tijd op is om al te lang op oude voet door te gaan. En dat betekent dat in mijn ogen we met elkaar moeten klussen aan scenario's. We moeten nadenken over scenario's voor de nieuwe economie. En ik wil absoluut niet minister van Economische Zaken worden. Het lijkt me trouwens een vreselijke baan. En laat mij maar gewoon hoogleraar zijn. Maar we moeten wel gaan nadenken met elkaar over die nieuwe toekomst. Het klein is het nieuwe groot, is te weinig om beweging te maken. En dat betekent dat je met elkaar als het ware een inventarisatie maakt van wat hebben we nou allemaal? Big data, de cloud, mobiel, die Internet of Things, robotica. En als je blij bent, dan maak je nog een lijstje, maak je wat groter. En je kan aan de andere kant kijken naar mensen die in die ruimte die ontstaat, bezig zijn met duurzaamheid. En dat noemen we in chic jargon disruptieve concepten, maar het betekent dat zijn mensen die heel slimme dingen bedenken en die precies daar gaan zitten en die dat pad zo beetpakken. En dan zien we opeens dat er heel veel gebeurt. En het lijstje kon eigenlijk niet afgemaakt worden, maar we zien de zelfmaak en de economie. En ja, ik zit gewoon te stimuleren dat we in Nederland een academisch centrum krijgen met de eerste printtechnologie voor de human body bijvoorbeeld. Nou, ik hoop dat binnenkort komt, want dat is een onderdeel en dat is interessant. We hebben natuurlijk domotica, we zijn ontzettend bezig met slimme steden, slimme huizen. 5 jaar geleden niemand kon er uitspreken, zelfrijdende auto's. Ja, we moeten wel even onthouden dat zelfrijdende auto's niet ontwikkeld worden door autofabrikanten. De zelfrijdende auto's worden dus in een heel ander tijdvak ontwikkeld. De eerste energievrije auto is nu geproduceerd. Dat is niet een stekkerauto, dat is een auto die zichzelf voorziet van energie. Waarom hoort u daar niks over? Nou ja, als ik in de autobusiness zou zitten, zou ik zeggen, vooral het er niet over hebben voorlopig. Gevestigde orde, zullen we het daar even over hebben? Nou, dat is de interessante wereld waarin we zitten. Smart grids, deeleconomie. En ik denk maar dat dat niet voldoende is. Ik denk dat we daar slimmer met elkaar over moeten nadenken. Handiger met elkaar over moeten nadenken. Met andere woorden, dat we met elkaar veel systematischer moeten nadenken over die nieuwe economie. En in mijn ogen gaat duurzaam ondernemen over die nieuwe economie, gaat over die transitie. Maar ik vind eigenlijk dat we onvoldoende echt serieuze concepten hebben om daarover na te denken. En dat zouden we moeten doen met z'n allen. U, ik, wij, mijn collega's, dat is eigenlijk de oproep, dat is waar we aan moeten klussen en dat het paars ziet op een ex-katholieke universiteit is toeval. En dat betekent dat we eigenlijk met elkaar in een beweging zitten. We zitten in een beweging waarin we afscheid nemen van een lineaire economie. We zijn op weg naar wat ik noem een circulaire en een vorm van circulair en collectief organiseren. En begrijpt u me niet verkeerd, eigenlijk weet niemand wat circulair ondernemen, of circulair organiseren of een circulaire economie op dit moment betekent. We zijn hartstikke verliefd op de term. We vinden het prachtig. Maar zodra we hem proberen uit te werken, zijn de meeste mensen niet thuis. En collectief organiseren of sociaal ondernemerschap of social enterprise. En al helemaal de combinatie, we weten zelden waar het over gaat. Dat is positief, want het betekent dat we met elkaar in kunnen stappen. Het is ook een oproep om heel hard aan dit soort concepten te werken. Want als ik zeg bijvoorbeeld op een dronken moment, ik heb een hekel daaraan, dat we waardekaskadering moeten gaan vervangen door circulaire verwaarding, dan kijken de meeste mensen mij aan van het is 11 uur, maar ik wist dat hij te veel dronk. Dus conceptueel hebben we eigenlijk nauwelijks dit verhaal verkend. Ik kijk even instemmend naar rechts, dat klopt. Goed, zo, ja, ik heb wat van die toetsmensen in de zaal die zeggen, ja, dit kon nog net, jonker. Het tweede is dat we, denk ik, in die bedrijfskunde
van een competitieve gedachte, van een strijdgedachte, als u dat woord wilt hebben, maar een competitiegedachte. Eigenlijk in die bedrijfskunde, als we dit soort concepten gaan ontwikkelen, moeten we gewoon opnieuw leren samenwerken. En dat betekent dat we iets krijgen wat ik noem in goed Nederlands de collaborative advantage. We moeten opnieuw leren samenwerken. En de voorwaarde is dat we waarde krijgen daarmee met elkaar. Zo zit ons bedrijfskundig denken helemaal niet in elkaar. En als u, ik heb een tweede leerstoel in Frankrijk en ik mag nog wel eens hier en daar een gastlesje geven in Europa. Daar rukken ze gewoon de jaren 70 ellende MBA boekjes Porter uit de kast om te doen alsof de wereld niet veranderd is. Dus dat is zorgelijk. Het onderwijs loopt op dit terrein wanhopig achter. En dat op deze plek. Achter deze stoel. Hier moeten we aan klussen. En dat betekent hier we, wij, u en ik. En het derde is dat ik denk dat we hopeloos zijn vastgelopen in het denken over organisatieverandering. Dat het denken over organisatieverandering zich ontwikkeld heeft vanuit een denken over het veranderen van organisaties. En ik pretendeer dat ik die zin mag doen, want samen met mijn schrijfmaatje Marco de Witte hebben we nou toch hier wel drie dikke pillen over geschreven. En dat eigenlijk de toekomst is, hoe veranderen we nu tussen organisaties? En als u dan zegt, wat bedoelt u dan? Nou, hoe zorgen we dat samen organisaties in nieuwe configuratie gaan samenwerken? En wat betekent dat veranderkundig? En dan wordt het heel stil. Dan wordt het heel stil. En dat betekent eigenlijk dat we drie domeinen om kennis te ontwikkelen aan het organiseren zijn. En het spannende is dat ze dat op de universiteit niet meer kunnen leren. Dus dat we eigenlijk een tijd tegemoet gaan van met elkaar maatschappelijk gezien systematisch experimenteren. We kunnen eigenlijk alleen nog maar experimenteerplekken aanwijzen. Woonwijken, voormalige industrieterreinen. Kijk hier in Arnhem naar het IPKW. Kijk naar plekken waar we kunnen experimenteren. Want het is de enige manier waarop we heel veel van die antwoorden krijgen. En dat betekent eigenlijk dat we een gedeelte van deze universiteit moeten sluiten. Het is ook jammer dat de hoogste baas er niet is. Dan kon hij gelijk reageren. Een gedeelte van deze universiteit sluiten, omdat ik denk dat wij op locatie onderwijs moeten geven met en aan elkaar. Want dat is de enige manier waarop we achter deze concepten komen. En zonder dramatisch te willen doen, we moeten ook een aantal van de managementboeken maar gewoon afschaffen. Wegdoen. In de ramsch of zo. Of liever nog, nou ja, iets anders van maken. T-shirts of zo. Verbranden zou ik het niet willen overleven. Dus dit is de beweging. En die beweging leidt tot drie onderzoeksvragen. 1. Dit hele betoog leidt ertoe dat verkennen van waardecreatie, ja, dat heb ik nou 5 jaar gedaan, maar ik kom er eigenlijk achter dat ik pas aan het begin sta. Want wat betekent dit nou? Wat betekent het dat je collectief gedeeld, meervoudig, circulair waarde gaat creëren? En ik nodig u allemaal uit om mee te denken. Het tweede is, ik denk dat we op weg moeten naar wat ik noem een moderne bedrijfskunde. Gebaseerd op organisatieconcepten tussen partijen. Daar zijn er al een paar van, hoor, dat we dat even wel helder hebben. Maar dat moet nog veel verder ontwikkeld hebben. We hebben een paar koplopers natuurlijk, een paar keien van koplopers. Maar eigenlijk hebben we daar nog veel te weinig van. En de derde onderzoeksvraag is natuurlijk onvermijdelijk, onverbiddelijk en heel erg belangrijk in de zin van, daar gaat het over, hoe krijgen we nou die transitie op gang? En het aardige is dat als je die transitievraag beetpakt, en je gaat met mensen in deze wereld praten. En ja, nogmaals, ik heb een fantastische baan en ik mag met allerlei mensen praten. Dat je diezelfde vraag herkent in Parijs, in Barcelona, in Oporto. Dat mensen zeggen, ja, we moeten die transitie vormgeven. Dus dat is echt een opgave van deze tijd. En opnieuw, en dat mag u mij verwijten, zijn dit veel te grote vragen. Als een promovendus dit soort vragen zou stellen, zou ik zeggen, ga jij eens even terug en maak het eens even klein. Dus ik maak hier mijn eigen fouten, maar dat moet dan maar. Want ik denk dat onderzoek doen op alle mogelijke manieren, dat onderzoek doen nooit af is. En dat onderzoek eigenlijk zou moeten zijn een permanente bouwplaats. En velen van u herkennen deze derde kerk. En er wordt gezegd dat die in 2023 af is. Nou, misschien ga ik daar nog wel persoonlijk een stokje voor steken, want dat kan natuurlijk niet. Maar u begrijpt, de essentie van dat onderzoek doen is dat we met elkaar die verbouwing realiseren
En in mijn ogen is dat dan gelijk ook moderne wetenschap. En dat is precies ook de aanleiding om vandaag hier te staan. Omdat we concepten moeten bedenken. En dat de tijd dat ik het mag bedenken en u gaat zitten luisteren, die is alleen maar voor vandaag. Ik kom voorzichtig tot een afronding, tot woorden van dank. Maar niet nadat ik het graag hierover wil hebben. Ik heb een fantastische leerstoel. Ik vind het geweldig dat ik betaald word. En in die leerstoel zit vanzelfsprekend een academisch debat. Dat is een goede zaak. Daarvoor ben je ook hoogleraar. Daarvoor publiceer je ook in zogeheten referee-tijdschriften. Tegelijkertijd, mensen zoals ik die uit de praktijk komen, vinden het wel heel erg belangrijk, volgens sommige van mijn collega's te belangrijk, om te participeren in een maatschappelijk debat. En velen van u weten dat ik dat met hart en ziel en week in week uit en op alle mogelijke plekken ook doe. Maar wat goed is om af en toe even tegen elkaar te zeggen, is dat die twee debatten niet noodzakelijkerwijs vrienden van elkaar zijn. En dat dit de realiteit is. Ik ben in de afgelopen jaren bezig geweest met schrijven. Ik hou van schrijven. Ik vind schrijven een geweldig iets. En ik heb ongeveer met een natte vinger, ik zal niet verwijzen naar een andere universiteit in dit verband, met een natte vinger ongeveer 100 publicaties geschreven. Dat zijn bijdragen in de krant, dat zijn reflecties, dat zijn columns, dat zijn professionele artikelen en dat zijn natuurlijk wetenschappelijke artikelen. En oh ja, niet te vergeten ook nog 15 boeken. Ik ben 3 keer geassessed, zoals dat zo mooi heet, als wetenschapper. En om te beginnen zijn toen uit die lijst van publicaties 94 publicaties eruit geschrapt, want die deed je niet mee. U moet zich goed realiseren dat dat wel 25.000 verkochte boeken vertegenwoordigt. Hè? Dat u dat even zo in die getallen ziet. En ja, dan kan je naar dat lijstje kijken. Toen bleek dat mijn wetenschappelijke productie 6 publicaties was. Maar daar zaten 5 boekhoofdstukken bij. En ja, die tellen eigenlijk niet. Dus ja, u staat hier iemand voor u die geaccrediteerd is in een schaal 1 op 100. Zo moet u het dan maar zien. En toch ben ik door. Dat is toch eigenlijk wel heel positief. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg positief. En dat komt omdat ik dit soort dingen doe. Omdat ik met u, voor u, dingen publiceer, boeken maak, rapporten maak. En ik hoor hier nog op deze plaats, want ik ben hier ook gepromoveerd. Daar zat daar een meneer, hij is helaas overleden, een opponent, zo heet dat, die zat hier. En die zei, meneer Jonker, dank u wel voor uw mooie werk, maar ik heb toch wel een punt van kritiek. Uw proefschrift is zo goed leesbaar. Nou, dat heeft mij altijd achtervolgd in deze. Dus ik heb heel veel gepubliceerd en ik heb nog meer gepubliceerd. En niet te vergeten is er nog een ander punt. Als je veel publiceert en die publiciteit bent, wordt er ook heel veel over je gepubliceerd. En daar wil je ook een klein beetje regie op hebben. Dus dat betekent dat er heel veel gewerkt moet worden aan al die publicaties. Tegelijkertijd vind ik dat heel erg positief. Dat is waar we impact hebben. Vroeger dacht ik altijd, mensen lezen geen boekjes. Ik ben helemaal van teruggekomen, mensen lezen gewoon boekjes. Lekker. En ja, digitale versies is niks mee mis. Maar dat betekent dat ik als hoogleraar een beetje last heb van het syndroom van de olifant die in de donkere kamer staat en die je op alle mogelijke manieren kunt bekijken. Als je dit dan professorabel vertaalt, als professor vertaalt, dit is de metafoor van de olifant, dan krijg je dit. Ja, wat doet die man? Ja, het heeft geen basis. Nou, ik vind het behoorlijk zweverig wat die man doet. Het stelt niks voor, et cetera, et cetera. Ik zal heel eerlijk zijn en ik hoop dat het ook gezonde zelfspot is. Ik ga nog 7 jaar door als hoogleraar. En op deze manier, maar het betekent dat in zo'n leerstoelopvatting best wel veel paradoxen zitten. Ik vind duurzaamheid belangrijk. Ik vind het belangrijk om met u te werken aan die duurzaamheid, aan die transitie. En ja, dus is mij verweten dat ik activistisch hoogleraar ben. Nou, dat is dan maar zo. Zo moet u het maar hebben. U krijgt wat u ziet, wat u hebt. Ik wil aan het eind van deze reden eigenlijk 2.500 mensen bedanken die de afgelopen jaren mij hebben geholpen op alle mogelijke manieren, op alle mogelijke plaatsen. En dan zou ik een onleesbare lijst krijgen van al die mensen, dus dat doe ik niet. Dit is gewoon geen beginnen aan. Dus ik maak een heel kort lijstje van welgemeende bedanken, maar dan wel
in het licht van het feit dat er vele anderen zijn die er zijn. Ik bedank om te beginnen allereerst de drie mensen die hebben gemaakt dat ik hier sta. Dat is aan de linkerkant Rob van der Heijden, decaan van de faculteit der managementwetenschappen en, zoals Ben al zei, helaas heel serieus geveld door ziekte. Maar dat zijn dingen die gebeuren. De tweede persoon die ik wil bedanken is Bas Kortman. Ook vandaag niet aanwezig, voormalig rector, de hoogste baas van deze universiteit. Die paradoxaal genoeg in de afgelopen 5 jaar mij door dik en dun in dit avontuur heeft gestart. U zult daar weinig van gemerkt hebben, maar het is ontzettend fijn dat er een hoogste baas is die zegt, nou gaan we gewoon doen, we merken het wel. Want dat is op een universiteit niet helemaal te doen gebruikelijk. Wel netjes, hè? Wel binnen de lijntjes kleuren, hè? Dat is wel belangrijk. En de derde man die ik hier heel graag wil bedenken, maar die paradoxaal ook geveld is door ziekte, is Hans Mastok, de voormalige decaan van de bedrijfskundefaculteit, die in dat lastige benoemingsproces om hoogleraar te worden mij door dik en dun heeft gesteund. En dat soort mensen heb je nodig om hier te komen, want hoogleraar worden is niet alleen een kwestie van kwalificaties, maar er is ook een dag dat iemand het je gunt. En dan heb je mensen nodig die dat met de grootst mogelijke zorg helpen vlot trekken. Dat zijn de drie officiële mannen, zou ik willen zeggen. En ik wil een aantal mensen bedenken die al die jaren op alle mogelijke manieren heel bijzonder, heel speciaal dingen hebben gedaan. Mijn ontwerper Justus Bottenhef, Monique Kam, die al, ik weet niet hoe lang van alles doet in het team. Willemijn Kemp, die niet kon, maar die begonnen is met OCF van de grond te trekken. Ine Nijland, die 20 jaar lang nu manuscripten, 25 jaar lang manuscripten redigeert en me vertelt dat ik er niks van kan. Douwe van Rande, die hier zit en die in het begin heeft gezegd, je moet die boeken maken, je moet die boeken maken. Dat is hetzelfde voor haar collega Gerry Rijmert. Kevin Rijken, die met mij het project OCF heeft gedaan. Jos Reinhout, die idioot genoeg is om projecten rond hybride bankieren te trekken. Gerdy Smit als uitgeefster. Adrie Staats, die verantwoordelijk is voor het feit dat ik hier sta, namelijk hou jij eens een verantwoordingslezing. Marloes Tap, die met haar afstudeerproject zei, jij moet het gaan hebben over nieuwe businessmodellen. Voline van Teesling, die zei in een interview, heb jij niet drie concepten die bij elkaar horen? En Marco de Witte, die de afgelopen 20 jaar pak en beet roept, we moeten het over organisatieverandering en duurzaamheid hebben, dus ik hoop dat ik weer een stukje van die vraag beantwoord heb. En dan zijn er heel veel andere mensen die ik gelukkig week in week uit op perrons en in treinen, in conferentieoorden en in schouwburgen tegenkom. En daar ben ik heel erg blij mee, want als we het ergens met elkaar over hebben, is dat we dat samen denken ook samen doen. En daar bent u vandaag getuigenis van.